Ik ben zelfstandige met een beperkt budget. En wij leven in een maatschappij waar het altijd gaat om geld. En ik zou zo graag gebruik willen maken van het sociaal kapitaal wat we hebben. En daar een uitwisseling in zoeken. Maar ik merk dat dat toch niet zo heel makkelijk gaat als dat je dat zegt. Dus ik ben zoekende naar een manier waarop dat gewoon wat makkelijker kan stromen. En ik kom wel eens op een seeds-to-meet locatie, waar je dus ook door middel van sociaal kapitaal dingen kunt uitwisselen. En dat kan wel met een, nou ja, zeg maar borrelbabbel. Mm-hmm. En daar blijft het dan bij. Dat zeg je niet met heel veel plezier, het woord borrelbabbel. Nee, je hebt niet zoveel met een borrelbabbel. Nou ja, goed, dat is dan niet wat ik zoek. Want als ik dan gericht vraag of iemand mij wil helpen, dan is hij een beetje afstandelijk. En dan denk ik, ja, je komt hier wel omdat je dit principe heel erg een warm hart toedraagt. Maar dan is het meer de borrelpraat waarvoor je hier wel zit. Maar het daadwerkelijk uitwisselen, daar komt dan op een gegeven moment een halt op. En je werkt één op één met mensen of met groepen of allebei? Beide. Beide, ja. Oké. Stel, je zegt ik heb een gebrek aan middelen. Ja. Stel dat je wel middelen zou hebben, wat voor dingen zou je dan kunnen doen die je nu niet doet? Nou ja, omdat je... Ik heb foldermateriaal nodig, omdat de doelgroep die ik heb, die zit niet alleen op internet, maar ook daarbuiten. Daar heb ik geld voor nodig om dat te produceren en dat geld is er gewoon niet. Ik heb mijn huisstijl, ik heb wel een logo, maar dat huisstijl is verder niet doorontwikkeld, omdat ik daar de financiën niet voor had. Nou, dat soort zaken. Ja. Oké, wat is het probleem? Je wil groeien, je bedrijf verspreiden, aandacht onder mensen brengen. Ja. En je hebt de aanname dat door een gebrek aan middelen dat niet lukt. Ja, hè? Zo kan je het ook zien, ja. Zo begrijp ik het toch? Als je meer middelen had, dan was het wel gelukt, zeg maar. Nou ja, wat ik lastig vind is om een groot bereik te realiseren met de beperkte middelen die ik heb. En dat is natuurlijk ook een denkwijze die ik mezelf aanpraat. Want ik probeer wel op Twitter en op Facebook. En ik probeer op die manier wel mijn rugbaarheid te geven. Maar dat is nog steeds beperkt. Toen ik net voor mezelf begon, ik ben ook als ZZP'er begonnen, met niks eigenlijk. Mm-hmm. En op een gegeven moment had ik wat geld, toen heb ik advertentie geplaatst in een blad. Het was 5000 gulden. Nou, echt op hele pagina groot en onder heel veel mensen werd het verspreid. Daar kreeg ik nul reactie op. Dat is eigenlijk een vrij dure investering. Mm-hmm. Ik heb op een gegeven moment op de RAI in de beurs in Amsterdam heb ik gestaan, heb ik gestand en een wandje gekocht en een hele dag gestaan. Dat was een investering van bij elkaar ongeveer 2.500-3.000 gulden plus de hele dag daar staan. En allemaal dingetjes voor gedrukt, kwam er allemaal nog bij. Reactie nul. Gewoon reactie nul. Dus jouw aanname dat als je geld zou hebben, dingen zou kunnen doen die zouden kunnen werken. En dat als je geen geld hebt, dat dingen dan dus niet werken, is natuurlijk een vrij zwart-witte. Waarvan je ook zult moeten erkennen dat die zo niet klopt. Mm-hmm. Dus ik vind je vraagstelling eigenlijk iets te simpel. En van als ik middelen had, dan zou ik meer dingen kunnen doen. Je moet het per definitie, nou goed, dat zou je natuurlijk ook snappen. Je moet het nou eenmaal doen met wat je hebt. En meer heb je niet. En jouw idee dat je hebt een soort idee van een groter bereik en verspreiden. En ja. Die werkelijkheid is nu niet tot je beschikking. En dat is een gegeven waar je het mee zult moeten zien te doen. Maar je hebt heel veel dingen wel. Je hebt een vak en je hebt een techniek. En je hebt waarschijnlijk een cursus ontwikkeld die je met mensen en in groepen kunt doen. Ja. Ga die gewoon doen. Doe het gewoon voor niks. Dat kan je gewoon voor niks doen. Doe het voor niks. Doe hem gewoon 2 keer voor niks, 3 keer voor niks, 5 keer voor niks, 100 keer voor niks. Als die echt goed is en het werkt en jij gelooft erin, dus dan ga ik ervan uit dat die werkt. Dan gaan mensen dat op een gegeven moment wel doorvertellen. Dan vraag je iets geld. Of je vraagt aan iemand of die dan voor jou folders wil drukken in ruil voor die cursus. Dus het eerste wat je kunt gaan verhandelen is gewoon je vak. Datgene wat je kan. En dat, je gaat geen hulp vragen, want je begint met een hulpvraag, hoor ik je zeggen. In zo'n borrelbabbel vraag je om hulp. Maar doe een aanbod. Doe gewoon een aanbod. Ga mensen iets geven. En begin alleen maar te geven. Alleen maar geven. Ja. Haal je hele netwerk bij elkaar. Iedereen die je kent zegt, ik heb een leuke cursus, een leuk programma. Wil ik op jullie uittesten? Het kost niks. Ik breng jullie met elkaar in contact. Ik regel het zaaltje. Ik betaal het eten. Nou, in investering kost het je niks. Desnoods doe je het bij jezelf thuis. En geef mij de feedback aan. Dus eigenlijk alle gebreken, de uitdaging voor jou, en dan wil ik de link leggen met Omnek, is alle gebreken die je hebt niet te zien als een gebrek waardoor je dingen niet kunt en je te focussen op wat je mist, maar om te kijken of je het gebrek zelf, of je van daaruit creatieve ideeën kunt verzinnen, hoe je in jouw situatie dingen kunt doen en van daaruit langzaamaan bouwen. En het idee van een groot bereik, laat dat los, begin gewoon met een klein bereik. En 1 op 1, 1 op 2, 1 op 3, 1 op 5. En begin klein. En communiceer ook je gebrek of communiceer je probleem. En maak mensen deelgenoot van je proces.
En er is van alles mogelijk. En je kunt gaan fundraisen en je kunt dingen doen. En leg altijd de verantwoordelijkheid bij jezelf. Als je een goed idee hebt, als je denkt dat je een goed idee hebt, je gaat fundraisen en mensen geven geen geld, dan is het misschien wel geen goed idee. Nee, maar goed, het antwoord wat je nu al geeft, maakt al dat ik loskom en ideeën krijg. En gebruik je eigen techniek op jezelf ook natuurlijk. Ja, okay. Ja. Ja. Ja, maar ja, dat is... En nou voor de, nog even als toelichting, in welke fase je bedrijf zich ook bevindt, je hebt altijd middelen, kwaliteiten en je hebt altijd gebreken. Ook als je bedrijf groter is, heb je nog steeds gebreken. En als je bedrijf heel groot is, dan heb je weer het gebrek dat je heel groot bent. Want het is superleuk om klein te zijn, want je bent waanzinnig flexibel. Als je over 2 dagen een nieuw product bedenkt, kan je over 2 dagen een nieuw product doen. En als je 5 of 10 jaar verder bent, je hebt een soort imago en je doet dingen, je hebt een aantal mensen in dienst, dan heb je die flexibiliteit niet meer. Dus de kunst is in elke fase van je bedrijf, datgene waar je bent, te zien als de hulpmiddelen en de kwaliteit waar jij over kunt beschikken. Ja, wat je eigenlijk zegt, en dat is gewoon wat ik in mezelf herken, heb geduld. En begin klein en bouw het vanuit daar gewoon groter uit. Ja, en wees, later en kan je terugkijken hoe klein en schattig je begonnen was, want die tijd komt nooit meer terug. Ja. Oké, dankjewel. Okay.